Hoi en welkom achter in de auto bij Tom. En dat is niet voor niks, dat is namelijk, we zijn nu weer op pad voor de derde keer met de koningin van Gamersnet. Hier is ze. Oh hey. Oh, hey Saraya. Weet je al wat we gaan doen? Nee. Heb je vermoeden? Nou, we hebben natuurlijk al gingen boogschieten, we hebben iets vies gegeten. En het is of iets met kreunen, of iets misschien vechten. Sport? Kreunen, vechten, sport. Het is allemaal interessant. Eens. Nee, we gaan het zo zien, want we komen zo aan. Maar het stoplicht staat al 4,5 uur brood. Heel irritant, daar gaan we weer. Heeft deze meneer mee te maken? Ik probeer specifiek wat rustiger te rijden. Zodat de inhoud bewaard blijft voor ons. We klimmen! Ik heb echt heel veel hoogtevrees. Echt extreem. Mooi. Gaan we lekker naar een klimband. Ja, maar het is wel wat Lara heel veel doet in de nieuwe. Eens. Ja. En het slaat een meter boven de grond en ik ben aan het huilen. Yes, we gaan naar binnen. Dit is Jorn. Hoi. En jij bent de klimmuurman. Klopt. Ja. Dus jij gaat Soraya alles leren. Wat ga je haar leren? Wat wordt de tactiek vandaag? Ik ga eerst beginnen natuurlijk met de veiligheid. Ja, dat ze in ieder geval gewoon veilig omhoog en omlaag gaat en hoe ik dat aanpak. Het is niet heel realistisch met de gamers, sorry. Maar een beetje de knoop uitleggen en het zekeren. En daarna gaan we stap voor stap de wand beklimmen. En dan beginnen we natuurlijk een beetje makkelijk. Ja, want het is de kinderwand, hè? Dat is de kinderwand. Maar we kunnen het ook wel heel moeilijk maken op deze wand, hoor. Dus we gaan zo meteen een parcoursje volgen, een bepaalde kleur. En dat kan op deze kant ook wel vrij moeilijk, maar ook heel makkelijk. En later gaan we gewoon een beetje verder de zaal in. En we gaan proberen zo ook mogelijk te komen vandaag. Wat vet, dankjewel Jorn. Hoe gaat het door je heen? Angst, pure angst. Angst, zweet, alles. Nice, ze gaan beginnen. Ja. Mooi. Oké, knoopje. Bafo. Nee. Nee, oké, mooi. Dan gaat het goed komen. Oeh, wat ben je hoog. Ik voel ook trouwens al een lichte trek bij mijn kruis van het touw. Heel goed. Nee, dit voelt nog goed. Dat heb je al maanden niet gevoeld? Oh, wat goed, Saraya. Oh, ben ik al boven die meter? Zeg alsjeblieft ja. Ja hoor. Wat nou als ik ineens los schiet? Dan heb ik je vast. Dus dan hang je gewoon in het touwtje. Oh. Dat gaat hartstikke goed. Gaat als je je gewicht nu een beetje verplaatst naar je rechterbeen, dan kan je je linkerbeen omhoog zetten. Ja. Oh. Oh, jongens, ik krijg de huilen zo meteen hoor. Dan die helemaal mooi. Oh. En dan je gewicht in plaats naar je linkerbeen, dan kun je het makkelijker in je rechterbeen omhoog zetten. Oké, sorry hoor. Gaat goed, Saraya? Oh nee. Er zit een tijger onder je, je moet heel snel omhoog. Ik denk dat ik kies voor de tijger, mag dat? Nee. Maar eigenlijk nog steeds goed vast. Ja, nou, nu kikt inderdaad die hoge vrees alleen door, jongens. Ik denk dat dit het punt is dat ik zeg, hey, ik kom meer gezellig naar jullie toe. Blok, oké. Dan mag je lekker ontspannen gaan hangen. Dan met twee handen je eigen touw vastpakken. Oh boy. En ik heb je vast. Ja. Ik ken je 10 minuten. Oh. Ik ga huilen. Benen maar. Dan laat ik je heel rustig naar beneden. Oh, alsjeblieft. Oh, ik ben even aan het huilen, jongens. Dat gaat heel goed. Voor een eerste keer. Prima. Ja? Ja, deed je goed. Heel goed. Oh boy. Wat was het nou in het midden? Wat gebeurde er nou met je? Oh, knikknieën. Of hoe noem je dat? Knikkende knieën. Alles plakt. Ik krijg dan echt ineens zoveel hoogtevrees. En toen dacht ik ineens, nu moet ik naar beneden nog. Hoe dan? Dat mocht gewoon. Hij heeft een... Supersterk, supergrote bovenarm, maar dan nog. Ik weet... Oh. Nou, we gaan voor de volgende nu.
Let's go, zin in! We gaan een iets moeilijkere wand doen nu. Fijn. Ja, het is een roodgrijze vogel, die 30 jaar oude beugels. Ja, ze brokkelen af, hoor ze je brokkelen net. Af, nou, ja. Nou ja, ga maar. Nee. Veel succes. Dank je. Dat was een grapje, dat was een grapje, dat was een grapje. Dat was een grapje, mam. Ik kwam veilig thuis. Ja, dat goed. Denken we. Ik hoop het. Net ook zo meteen een zweethandjes krijg. Ik heb wel het idee dat het ook makkelijker is dan zwart die je net had, hoor. Ja, dat is wel iets van. Ik ben getrainder nu. Ook dat. Ja, en je billen komen er goed uit, Saraya. Oh ja? Bizar. Sorry. Maar je gaat voor het eerst gewoon boven halen, Saraya. Oké. Moet ik hem aanraken of vasthouden? Met twee handen aanraken. Twee handen? Twee handen, ja. Ja. Oké. Die en dan die handen er gewoon een beetje bij plaatsen. Oh. Wauw, je hebt het gehaald. Nice. Oh, mijn handen zijn zo. Hoi. Zo cool. Je hebt het gewoon gedaan, je bent helemaal naar boven gegaan. Yes. Hoe voelde het? Want ik had ook het idee dat je meer vertrouwen had. Oh, het is nu of nooit. Nu of nooit, dan stort ik naar beneden à la Lara, breek ik mijn nek in slow-mo. Nee, het moet. Je hebt het echt goed gedaan. Maar heb je ook nu een angst overwonnen? Nou, zolang Jorn in de buurt is en een stukje touw, dan durf ik wel. Jorn en een stuk touw, dat is het advies voor Lara. Ja. Dit is echt doodeng. Boogschieten, sure. Springkanen eten, lekker. Nom nom nom. Dit? Laatste uitdaging. Want je bent helemaal naar boven gegaan, daar bij rood. Vond echt super knap van je. Dank je. Chapeau. Ik ook. Hulde. Dank je. Maar we zijn er nog niet. Want we dachten, hoe leuk zou het zijn als Saraya boven ons hangt. Dan moet je schuin klimmen. Dit is schuine wand. Die ga je nu proberen. Sterkte. Dank je. Jan is daar, hè. Als je bang bent, dan staat hij er waarschijnlijk vast. Nee. Je kan zo het beste die blauwe grepen volgen. Ja. Dan heb je die zelf aan. Wat meer springen, dus er wat meer voor gaan. Dus wat dynamisch. Nou jongens, hier is dynamische Saraya. Dat was toch dynamisch? Dat was super galant. Oh, ik trek dit. Sorry guys, sorry. Ik kan dit echt niet. Ik heb zo nul kracht. Ik kan die niet eens vasthouden. Het ligt aan mij, niet aan jullie. Hey Saraya! Oh hey, Peter! Ik stuur je even naar binnen. Hoe vond je het? Ik vond het zo eng, maar zo tof. Ja, je vond het eng, hè? Ik vond het echt heel maar eng. Maar die rode wand achter me heb je echt super goed gedaan. Dat is helemaal naar boven. Dat, dat echt... is helemaal naar boven. Dat heb je gewoon accomplished. Ik vind jou een echte Lara Croft. Oh, dank je. Ja, je kunt boogschieten, je kunt insecten eten, je kunt klimmen. Ik bedoel, wat heb je nog meer nodig in de game? Kreunen. Een beetje kreunen. Nou, dat heb je hier ook gehoord. Dat kun je ook. Oeh. Ah.
Sorry. En ik denk dat mensen ons vooral op social media even moeten volgen. Want wij gaan Soraya natuurlijk ook nog Lara Croftig maken. Hebben we foto's van staan op onze Facebook, Twitter, Instagram accounts. Gamersnet, volg dat. Onwijs bedankt. Ja, jullie bedankt. Damn. En Shadow of the Tomb Raider, mocht je het vet vinden, kopen. Dat moet ik nog even zeggen. Want ik ga wel met de game aan de slag, maar ik ben op vakantie. Oh. Helaas. Maar ga ik voor je spoilen. Heel goed. Je hebt het goed gedaan. Dank je. High five. Vind jij ook een Lara Croft? Laat het weten in de reacties. Ik ga je wegslingen. Nee, kan niet. Hang daar niet meer aan. Jorn hing eraan vast, dat komt. Jammer.